Welkom bij Pure Energie, Eredivisie Vrouwen, de talkshow. De competitie zit erop en vandaag gaan we terugblikken. Dat doen we onder andere met de captain van de kersverse kampioen FC Twente. We gaan voor de laatste keer dit seizoen bellen met de Wie heb ik aan de lijnlijn? Zou die daadwerkelijk zijn overgegeven aan iemand van Ajax? En we hebben niemand minder dan Jill Roord in de studio. Zij gaat bekendmaken wie de award wint voor de beste speelster van dit seizoen. Annemarie Postma, Sanne van Dongen, Jill Roord en Renate Jansen, dat zijn mijn gasten. Ik heb er zin in. Wij gaan beginnen. Welkom allemaal. Deze podcast kun je iedere week bekijken via YouTube of beluisteren via je favoriete podcast-app. Sanne, hele goedemorgen. Goedemorgen. Vijf vrouwen in de studio. Vijf vrouwen. Ongelooflijk. De meest wilde dromen worden waarheid deze maandagochtend. Niet normaal. Het is gewoon gelukt. Van twee mannen naar vijf vrouwen. Ja, joh. Maar ik ben echt gelukkig mens. Progressie. We gaan eerst even wat nieuwtjes erbij pakken van afgelopen week. Want de transfermarkt, die stond niet stil. Kirsten van der Westering, een aantal weken geleden nog te gast bij ons in de studio. Die verruilt Heerenveen voor ADO. PEC Zwolle is twee speelsters kwijt aan Feyenoord. Zowel Cheyenne van der Goorberg en Maxime Benning vertrekken na dit seizoen naar Rotterdam. En ook Pia Rijsdijk, nu nog speelster van Napoli, gaat daar naartoe. En bij Heerenveen hebben ze een veiling geopend waar je kunt bieden op allerlei collectors items. En waaronder ook een jaar lang iedere week gratis pizza's eten bij een bekende pizzaketen. Op zich een grappig ding natuurlijk, maar een treurige reden omdat Heerenveen, zoals we vorige week ook al zeiden, Sanne, in financiële problemen zit en ze proberen op verschillende manieren geld op te halen. Hoeveel zou je bieden voor een jaar lang gratis pizza? €0. Ja, ik zat ook te denken, je moet ook niet te hoog bieden, want dan is die hele pizza niet meer gratis, natuurlijk. Nee, inderdaad, maar ik zou er niet aan moeten denken om een jaar lang een pizza te eten elke dag. Nee. Maar het is voor een goed doel. Voor een goed doel, ja. Oké, nou dan zou ik die pizza's elke week aan een zwerver geven of zo. Dat zou ik nog wel doen. Kijk, dat is een soort dubbel goed doel. Heel goed. Ja. Dan gaan we even naar mijn tweede gast hier aan tafel. Ze is al een paar keer eerder geweest. Voetbaljournalist Annemarie Postma. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Zou jij bieden op die pizza's? Ik ben best een kale kip waar je niet echt van kunt plukken. Dus nee, ik heb niet echt iets om te bieden. Maar pizza vind ik wel lekker. Ja, het wordt steeds belangrijk. Het wordt steeds beter. Het niveau van de podcast is wel goed. Ja, toch. Ja, we gaan het zo meteen echt hebben over de serieuze problemen bij Heerenveen. Daar gaan we serieus zijn. Zeker. De derde gast hier aan tafel. Ik zou bijna een beetje willen zeggen vriendin van de show. Oudspeelster van ADO. Inmiddels al 6 jaar lang spelend voor FC Twente. En onlangs bijgetekend voor een 7e seizoen. En de 47-voudig international won vorige week het landskampioenschap. En ze heeft de schaal meegenomen. Woehoe. Dames en heren, Renate Jansen. Hallo. Eindelijk in het echt. Eindelijk in de telefoon. Ja, ik had vorige week beloofd om de schaal te komen brengen. Dus ik dacht, ja. Belofte maakt schuld. Precies. Is de kater een beetje gezakt? Ja, die... Nee, geen kater meer. Die is aardig gezakt. Ja, we kregen een berichtje op Instagram van Egbert Waarsing. Die maakte zich een heel klein beetje zorgen om jou. Want die had gezegd, joh, meiden, laat Renate toch lekker feesten. Je moet haar niet bellen. Maar kun je even Egbert geruststellen dat we jou niet met het mes op de keel hebben gebeld? Dat het echt oké was dat we jou gebeld hebben? Nee, het was echt oké. Oké. Egbert bij deze. Ja, en dan de laatste gast hier in de studio. Een tweede international, maar liefst hier aan tafel. Oudspeelster van FC Twente, Bayern München. En we kunnen nu ook zeggen oudspeelster van Arsenal. Want volgend seizoen dan speelt deze 62-voudig international voor Wolfsburg van Tommy Stroot. En ze is tevens ambassadeur van Pure Energie. Hartelijk welkom, Jill Roord. Dankjewel. Ja. Ook applaus. Oh, ja. Sanne zet in. Afscheid genomen van Arsenal, speelsters en de club. Hoe was dat? Toch wel dubbel. Ik heb daar wel twee hele goede en leuke jaren gehad. Afgelopen jaar was het natuurlijk wel anders door de omstandigheden. Maar afscheid nemen is nooit heel leuk. Dus dat was best wel moeilijk. Ja, wie ga je het meeste missen? Toch wel een aantal van de speelsters. Als ik namen noem, dan ben ik bang dat ik mensen een paar vergeet. Ja. Maar wel mijn groepje, zeg maar, waar ik altijd mee was. Ja, je bent hier
omdat we het heel gezellig vinden dat je er bent. Oh, maar fijn. Je hebt ook nog een hele belangrijke taak vandaag. Want als ambassadeur van Pure Energie ga je bekendmaken wie de award heeft gewonnen voor de beste speelster van dit seizoen. Afgelopen week dan konden onze luisteraars stemmen op hun favoriet. Ze hebben namen doorgegeven en die hebben we voorgelegd aan een jury van onze vaste analisten onder andere. Dus Sanne van Dongen, Rivka op het veld, Frank Wielaert, Annemarie Posma, Diane Bito en Claudia van den Heiligenberg. De genomineerden die over zijn gebleven zijn Joelle Smits, Aniek Nouwen en Esmee Brugts van PSV. En Siska Volkertsma en Renate Jansen van FC Twente. We hebben heel veel stemmen binnengekregen van onze trouwe luisteraars. Waarvoor enorm veel dank. En we gaan bellen met de winnaar. Mijn telefoon gaat af. Je hebt gewonnen. Yes, ik dacht dat ik het nooit zou zijn. Nee, ik denk Jill, je kunt het wel bekend gaan maken. Wie heeft er gewonnen? Dat ik dit niet Wie heeft er gewonnen? Ik lees het juryrapport voor. Degene die heeft gewonnen is... De captain... Roffeltje. De captain van het team dat het meest intiem was en kampioen werd. Altijd aanspeelbaar en altijd gevaarlijk. Maakt van niets een doelpunt en is altijd betrokken bij het Twents gevaar. De winnaar van de beste speelster award van de Pure Energie Eredivisie Vrouwen 2020-2021 is geworden... Renate Jansen! Applaus! We hebben de award hier natuurlijk in de studio. Sanne, best een leuk ding. Ja, zeker. Deze is voor jou. Jeetje. En deze ook. Dankjewel. Gefeliciteerd, Renate Jansen. Dankjewel. Even in beeld. Ja. Renate. Oh, die is wel mooi. Het is echt een mooie award. Ze hebben ervoor gezorgd dat je hem kunt ophangen met, ik weet niet wat, ik denk een stickertje. En je kunt hem neerzetten. Wat wil je zeggen tegen alle stemmers? Dat is toch heel lief. Ja, natuurlijk hartstikke bedankt voor het stemmen. Ja, je gaat een seizoen in. Je wil altijd belangrijk zijn voor je team. Maar goed, dat het tot dit geuit heeft, is wel heel speciaal. Ik ben enorm trots op. En super bedankt voor het stemmen, iedereen. Mm-hmm. En dat waardeer ik enorm. Ja, Annemarie, jij was een van onze specialisten die ook stem heeft uitgebracht. Waarom vond jij dat Renate deze award verdiende? Ja, zoals je zegt, ze is bij zoveel doelpunten betrokken geweest. 13 assists, geloof ik. 13 doelpunten. Dus mooi dat nummer. Is... Wat zei je? Mooi nummer. Ja, dus dat toont al wat aan. Maar ook gewoon een soort natuurlijk leiderschap. Ik denk dat iedereen het heel fijn vindt om met jou te voetballen. En weet je niet dat sommigen zijn heel aanwezig door het verheffen van de stem of zo. Maar Renate die heeft dat minder. Heel rustig ook. En gewoon heel overzicht ook. Heel belangrijk voor een team, denk ik. Maar dus ook buiten het veld. Ja, en Sanne, jij zei het ook vorige week al. Frank zei het vorige week. Dus het was bijna geen verrassing. Ja, Sjaak ook. Maar het was bijna geen verrassing. Maar er moest nog wel even gestemd worden. Ben je het eens met wat Annemarie zei? Tuurlijk, maar het is gewoon super chill om iemand voorin te hebben lopen... waarvan je weet dat er altijd wel wat gebeurt, weet je wel. Je moet toch scoren om te winnen. Nou, Ajax bijvoorbeeld, die heeft dat dit jaar niet gehad. Zo iemand die waar je gewoon weet van, nee, we hoeven niet eens goed te spelen. Joelle Smits heeft dat ook, daarom was ze ook genomineerd. Je hoeft niet eens goed te spelen, maar bij Renate weet je altijd van... nou, als die de bal heeft, gebeurt er altijd iets, weet je wel. En nou, dat is gewoon heel chill om voorin te hebben. Dus elke keer zij de bal kreeg, dacht ik, nou, dan zal er wel weer wat gebeuren. als je het ook echt van niets iets maken, weet je wel. Dus je hoeft, kijk, sommige mensen staan altijd op de goede plek. Fena Kalma, die kan, weet je wel, echt een spits. Maar jij kon ook zomaar ineens, ja, dan ging er ineens een corner in, weet je wel. Dat soort dingen. Het overkwam jou wat dat betreft, ook op die positieve manier. Op een gegeven moment roep je dat geluk over jezelf af. En dat was echt, daarom heb ik echt topjaar gedraaid. Dus helemaal dank terecht. Voor jullie woorden. Ja, lief. Ja. Ik ben niet voor niks zo vroeg opgestaan vanochtend. Hè, ja. Dus toch kan je in je zak steken. Ja. Waar ga je hem neerzetten? Mooi. Heb jij een soort award hoekje thuis? Nee, eigenlijk nog niet. Dus ik ga er een mooi plekje voor maken. Bij mijn medailles en shirts. Dus echt voetbalgedeelte. Ja, top. Nou, dan gaan we door met de allerlaatste play-offs ronde. De uitslagen die waren als volgt. PEC die won zeer overtuigend met 5-1 van VV Alkmaar. Maar het was niet genoeg om Heerenveen voorbij te gaan op de ranglijst. Zij wonnen namelijk ook met 3-2 van Excelsior. PSV Twente werd misschien een heel klein beetje door de champagnebeentjes van FC Twente. 2-1 voor PSV. En ADO beleefde niet zo'n hele succesvolle gederaande voor de bekerfinale. Want Ajax versloeg hen met 5-3.
De stand die is als volgt geëindigd. In Pool B is Heerenveen de best of the rest geworden met 18 punten. PEC een puntje daaronder. Excelsior heeft 9 punten. En VV Alkmaar eindigt dit seizoen helemaal onderaan met 8 punten. Ja, Pool A is niet veranderd ten opzichte van vorige week. Twente en PSV die spelen Champions League. Ajax derde en ADO vierde. Sanne, laten we beginnen met Pool B. Heerenveen trok aan het langste eind. Mm-hmm. Vond je dat een beetje terecht als je kijkt naar het hele seizoen? Nou ja, als je bovenaan staat, dan is het sowieso terecht. Hè? Dat is dan gewoon één ding dat zeker is. Maar ik had... Ja, PEC Zwolle wist op een gegeven moment gewoon niet zo goed meer hoe ze moesten winnen. Dus dat verbaasde me eigenlijk wel. Maar die B-pool sowieso wel heel... Ik weet niet, ik ben toch wel blij dat we gaan naar een normale competitie. Want die B-pool, het is echt... Voor die meiden lijkt me te zien, je kan jezelf niet meer in de kijker spelen. Je motivatie, ja, daalt automatisch. Ik had van PEC Zwolle wel verwacht dat ze eigenlijk de best of the rest zouden worden. Ja. Ook wel weer overtuigend natuurlijk, afgelopen vrijdag. Maar ja, Heerenveen, die won van PEC Zwolle, dat was eigenlijk de cruciale wedstrijd. Mm-hmm. Met 1-0, dat was ook niet een hele geweldige wedstrijd. En nou ja, dan ben je terecht natuurlijk winnaar van de B-pool. Ja. We deden net een beetje lacherig over die pizza's, Annemarie. Maar het is natuurlijk een hele treurige reden dat Heerenveen geld moet inzamelen, omdat ze gewoon in financiële nood verkeren. Denk jij dat ze er volgend seizoen nog bij zijn? Ja, dat denk ik van wel. Ik bedoel, ze spelen een hele belangrijke, ook leuke rol. Het is voor alle ploegen een leuke tegenstander om tegen te spelen. Ze worden niet echt overlopen elke keer met grote cijfers. En zeker als die competitie zonder die play-offs verder gaat, dan ja... Dus ik denk dat ze er alles aan zullen doen om die ploeg te behouden. Maar ja, het is nu de derde keer in 4 jaar dat ze financiële problemen hebben. Dus je had 2017, 2019 is een hele nieuwe stichting opgezet, met een nieuw bestuur. En toen zijn ze ook al gered door de gemeente. En ja, die stichting dat kwam eind 2019. En vorig jaar, een half jaar later, kwam corona. En zij zeggen, ja, we hebben een business lounge in het stadion van Heerenveen bij de mannen, waar we nu geen inkomsten uit hebben. Dus er is altijd wel weer... een reden, maar ik vind het toch opmerkelijk. Want ze zijn toen echt flink gesteund. En ook Heerenveen als club, waar zij dus geen onderdeel van zijn, heeft gezegd van, nou, we doen in plaats van 50.000 euro... 100.000 euro per jaar gaan we jullie investeren. Zou eigenlijk genoeg moeten zijn. Nou, genoeg weet ik niet, want het is natuurlijk alsnog... ze willen die speelsters meer betalen dan reiskostenvergoeding. Dat doet Heerenveen echt de best voor. En ze zeggen ook, het meeste geld gaat bij de speelsters en de technische staf zitten. Maar ik vraag me wel af hoe het geregeld is, want in 2019 kwam er een nieuwe stichting vanwege financieel wanbeleid. En nu zitten ze weer in financiële nood. En natuurlijk is corona er geweest. En iets anders, ze zeggen op lange termijn willen we onderdeel worden van de club. Ja, ik zou zeggen, schuif lange termijn, maak er korte termijn van. Maar ja, ik kom daar niet dagelijks en ik zit ook niet in het bestuur. Dus nee. Dat fijne weet ik er niet van, maar ik hoop echt dat ze weer gered worden. Maar ja, ik weet ook niet of mensen ze nog willen redden. Ja. Dat moeten we inderdaad maar gaan zien. Ik weet niet hoe lang ze de tijd hebben gekregen om die hele actie op te zetten. Maar ja, hopelijk komt er zo snel mogelijk meer geld binnen. Ja. We zeiden het ook net al, als Heerenveen, hopelijk blijft Heerenveen erin. En dan wordt het een competitie zonder play-offs. Renate, is dat voor jullie als speelsters ook leuk dat dat gebeurt? Ja, dat denk ik wel. Ja, tuurlijk weet je dat nu met de play-offs, dat eigenlijk ja, je leeft naar die play-offs toe. En vanaf daar moet je gewoon eigenlijk 6 keer winnen en je bent kampioen. En nu geldt het eigenlijk dat je het hele seizoen moet presteren om kampioen te worden. Want nu kun je niet meer die punten inhalen die je misschien voorheen hebt verloren of waar je achter staat. Dus ja, ik vind dit leuker. Ja. Ja. Dan misschien nog even Sanne voor de B-pool. Want er zijn toch ook een paar speelsters die ook wel leuk zijn opgevallen, toch? Ook al hebben ze dan die B-pool uiteindelijk gespeeld. Er zijn er toch een paar die wel een beetje in het oog sprongen, toch? Ja, zeker. Ja. Wat mij betreft lopen die wel bij PEC Zwolle rond. Naomi Hilhorst, die haar kruisband heeft afgescheurd. Dat was echt, vond ik echt heel erg leuk om naar te kijken. Maar ook Van Olst rechts buiten. Dat gewoon, daar zit gewoon, die merkt wel dat daar gewoon heel erg veel talent zit. Maar Liz Rijsberg van Ado is dan wel naar Apel. Maar er zitten wel echt heel veel leuke talenten die we allemaal in de gaten kunnen houden. Dat zijn wel echt van die pareltjes die voor de Eredivisie heel leuk zijn, weet je wel. In combinatie met dan spelers die terugkomen, dat is wel echt heel leuk. Ik gun hun ook die normale competitie, weet je wel. Dat je gewoon weer, dat af en toe weer ESPN aan de kant van het veld staat. En niet maar 1 keer in het jaar, maar gewoon dat het... Dat niet alleen maar een brakke livestream is vanaf met een webcam bovenop het stadion of zo. Ja.
Dus het wordt leuk volgend jaar met alle ploegen die gewoon één competitie gaan spelen. Daar kijken we naar uit. En hopelijk dus Heerenveen daarbij. Dan naar de A-pool. Jill, jij postte op Instagram een foto van jou in een Twente shirt een paar jaartjes geleden. Mm-hmm. Jullie houden een kampioenschap vast. Ik zie ook Renate Jans op die foto. Iets jonger, maar dat zie je bijna niet aan beide. Dat vond ik toch ook wel weer heel knap. Jij zette daarbij, een kampioenschap vergeet je nooit. In hoeverre heb jij de Eredivisie en misschien ook wel je oude ploeg Twente een beetje gevolgd? Ik moet eerlijk zeggen, de eerste seizoen zelf niet. Maar sinds het na goed de winter. Doen. Sinds we nu eigenlijk weer. Nee, maar een mooi weer fan hoor. Na de winter en zeker de play-offs heb ik best wel bijna alles gezien. Ik moet wel zelf op zondag, dus ik kan niet altijd kijken. Maar ik heb best wel wat gezien, ja. Ja, en was je ook, die was er zo blij dat Twente kampioen werd? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook vrienden bij Ajax. Ik ben redelijk neutraal. Maar ik kom wel zelf van Twente. Dus dat vind ik wel heel leuk. En ik vind ook dat ze heel leuk voetbal spelen. En ik denk ook dat ze misschien wel het leukste voetbal hebben gespeeld. In ieder geval sinds dat ik kijk. Ja, want toen jij keek, ging het gewoon altijd. Ja, precies. Misschien moet jij dus gewoon altijd kijken. En dan worden jullie gewoon volgend jaar weer kampioen, Renate. Dat zeg je niet tegen. Altijd kijken, Jill. Dan. Apoel, welke ploeg heeft verrast volgens jou, Sanne? Nou, Twente, ja, vind ik ook wel, eerlijk gezegd. Ja absoluut. PSV, die had wel heel erg duidelijk voetbal. In de zin van gewoon, het stond altijd gewoon als een huis. En dan had je Smits die scoorde. Dat was een beetje PSV. Dat was eigenlijk, ja. En dat is makkelijk samen te vatten. Ajax, dat was natuurlijk, dat stond ook als een huis. Maar dat zakte ook als een kaarthuis in elkaar. En FC Twente, dat ging echt zo, ja, om een metafoor, zo ging als een trap omhoog. En dat eindigde op het dak van het huis, zeg maar. En dat stond, dat was echt heel leuk om te zien. Hoe dat elke week dat weer een klein beetje beter was. En dat er dan weer een blessure was met Lin Wilms. En dat Cisco Volkersma erbij kwam in de verdediging. Dat je merkte echt wel de hand van Tommy Stroot. En je voelde gewoon, hey, hier is echt een proces gaande. Dat je samen in die flow komt. Samen de tactiek blijkbaar gaat werken. En dat er ontstond een kampioensvibe. En dat verraste het meest, vond ik, ja. Maar daar staan jullie ook onbekend, toch? Of die eindsprint een beetje. Maar dan denk ik, voelen jullie dat ook in zo'n seizoen? Dat jullie investeren in die eerste maanden van, nou ja, niet teambuilding, maar dat jullie vasthouden aan een plan en denken, we vertrouwen erop dat dat dan wel gaat werken, die tweede helft, zeg maar, dat je erin groeit? Ja, ik ken niet anders dat ze eigenlijk altijd zeggen dat Twente de tweede helft het beste is. Ja, klopt wel. Ik weet niet, we gaan gewoon met de speelsers ga je gewoon het seizoen aan. En dan word je uiteindelijk steeds beter. En inderdaad, na de winterstop, dan is het gewoon helemaal ervoor gaan. Want ja, als je 10% ergens laat liggen, dan weet je ook dat een kampioenschap er niet in zit. En ja, dat zo dit seizoen gelopen is, dat is ook inderdaad mede door blessures dat wij net iets anders zijn gaan spelen. Maar ja, als je gewoon de kwaliteiten benut van speelsters die wel kunnen spelen, dan Maar hebben jullie dan, ik weet niet, hebben jullie dan een kerstdiner of zo in de winterstop? Wat zeg maar, wat doen jullie anders dan? Wat doen jullie in de wijn? Nee, dat... Het kerstdiner van FC Twente. Dat is gewoon een vakantie, net zoals alle andere clubs ook hebben. Het is gewoon dat we, ik weet het niet, daarna gewoon beter zijn of zo. Ja. Ja, het begin van het seizoen begonnen jullie niet zo heel goed. Nou, toen keek Jill ook nog niet, dus dat is nu de reden geweest. Niet gezien. Nee, maar kijk, Tommy Stroot was ziek. Ja. Dat hielp niet mee. De vader van Fena Kalma overleed. Ja. Dan is de sfeer, denk ik, wel echt eventjes helemaal in mineur bij jullie. Ja, het was een hele moeilijke tijd. Er komt een nieuwe assistent-trainster. Die kent nog niks eigenlijk. Die moet het ineens gaan overnemen. Je weet dat je wel de kwaliteiten hebt in je team, in je selectie. Maar ja, hoe zet je dat op het veld neer zonder eigenlijk een hoofdtrainer op dat moment? Nou ja, inderdaad, de vader was overleden van Fena. Ja, hoe ga je daar in een team mee om? En uiteindelijk zijn het gewoon, je hebt daar geen grip op en je moet er staan. En uiteindelijk hebben we het gewoon weten om te draaien. Die crisistijd zijn we door heen gegaan. En ja, het is nu allemaal positief en Eigenlijk de lachende derde zijn jullie. Want in het begin zei iedereen, hoe wordt Ajax kampioen of hoe wordt PSV kampioen? Dat was eigenlijk wat je hoorde. Je hoorde niks over Twente.
Nee, ja, het was vorig jaar natuurlijk door coronatijd ook wel vervelend dat we derde waren geworden, omdat de competitie uiteindelijk gestopt werd. En ik had het toen ook wel willen zien hoe het toen geëindigd werd, want we zaten toen ook in een hele goede flow. En ja, dan begin je zo'n seizoenstart wat extra motiveert om dit seizoen niet derde te worden. En uiteindelijk begon het misschien stroef en ging het allemaal niet lekker. We hebben het gewoon omgedraaid door negatieve energie in positieve energie om te zetten. En wat was voor jullie dan zeg maar de omkeer dat je dacht, hey, wacht even, misschien worden wij wel kampioen? Ik denk niet zozeer dat het een knopje om is, wat een knopje omzetten is. Maar het is gewoon, je weet, we hebben één doel. En nou ja, wij hebben eigenlijk 3 doelen gehad. Ik bedoel, je wil voor 3 prijzen spelen. En als er dan uiteindelijk nog maar 1 prijs is, Champions League ticket, dat is fijn en dat is mooi. Maar ja, je gaat gewoon daarna voor doel 2 en dat is gewoon kampioen worden. En we zaten in de goede flow, we voelden dat het goed zat. Het zat gewoon, ja, ik weet niet. Je hebt er niet echt een iets voor. Het is gewoon een gevoel. Nou, op een gegeven moment scoorden jullie 22 keer in 3 wedstrijden. Ja. En toen dacht iedereen hier in de studio in één keer, wacht even, Twente. Ja, maar ook dat bespreek je niet van tevoren. Yo, we gaan 7-0 winnen vandaag. Nee, natuurlijk dat gebeurt niet. Maar dat gebeurde wel. Die trein ging in één keer heel hard. Ja, en wanneer dat is en wanneer je die flow hebt, dat is gewoon een gevoel. En het zat gewoon goed in het team. En we vechten voor iedere meter. En uiteindelijk, ja, zit je hier op maandagochtend met de schaal. Ja, dus dat is uiteindelijk het verhaal. Ja. Annemarie, wat ik al zei, PSV, Ajax waren in het begin echt de gedoodverfde favorieten. Kwam ook omdat bij PSV kwam Sari van Veenendaal, Mandy van den Berg. In de winterstop haalt Ajax Sherida Spitsen. Nou, dat zijn namen waarvan je denkt, daar word je eigenlijk wel mee kampioen. Maar hoe vind je dat zij het gedaan hebben? Om te beginnen met Ajax. Kijk, het is wel... En dat onthouden we dus. Ik denk dat je het ook makkelijk onthoudt van Twente. Je onthoudt die play-offs of die tweede helft van het seizoen wat makkelijker. Maar ja, Ajax is begonnen met echt, volgens mij, 7 of 8 mm-hmm. competitieoverwinningen op rij. Ja. En dat vergeten we dan. Maar die hebben ook gewonnen van PSV en ook van Twente, de eerste wedstrijd van het seizoen. En toen zag ik ook echt wel een ploeg dat ik dacht van, ja, jeetje, met Stephanie van der Gracht heb je daar wel echt iemand staan. Liesje Kop was goed bezig. Marlijn van der Biggelaar, tot ze geblesseerd raakte, echt wel een goed seizoen gespeeld. Ja. Jonna van der Velde. Jonna van der Velde was er toen nog. Dus ik blijf er nog wel bij dat ik toen ook wel echt dacht van, goh, Ajax heeft wel hele goede kaarten voor het kampioenschap. En daar is gewoon iets misgegaan na de winterstop. Weet je, ook maar ook met trainingen of met tactische dingen. Speelsters die later bij de Eredivisie Cup sprak ik Marlijn van der Biggelaar. En die zei ook, ja, we zijn blij dat we nu weer 2 wedstrijden een beetje op dezelfde positie staan. Die was daar gewoon heel open over. Die zei, het was best wel rommelig hoe het de laatste maanden ging. Nou ja, dus daar is iets gewoon niet zo goed gegaan. En PSV vond ik dan weer vanaf begin af aan misschien meteen al een beetje teleurstellend. Dat ik dacht van, staat hier wel een team? En inderdaad, Joelle Smits is fantastisch. Is heel goed. Maar als ze niet scoorde... was er dan altijd iemand die dat wel oppikte. Kijk, bij Twente heb je ook... En Fena Kalma, die heeft ook volgens mij +10 doelpunten gemaakt dit seizoen. Dat is bij PSV wel minder. En ik was heel lovend over Sarig van Veenendaal. Die heeft een paar weken terug echt een goede wedstrijd gekiept. Want je ziet dat het erin zit. Maar die heeft wel steken laten vallen. En dat vond ik heel jammer. Ja. Ook voor haar, maar die heeft gewoon niet zo'n goed seizoen gekiept. En dat heeft PSV wel doelpunten gekost. En niet alleen doelpunten, maar echt punten. Sarig... Dus, ja, het is zo zonde dat het er niet uitkwam. Want ze heeft ook tegen Twente echt al dan die corner die erin vloog. Dat zijn die rechtstreeks de duels geweest tussen PSV en Twente. Waar uiteindelijk toch echt die punten naar Twente zijn gegaan. Dus dat is wel, dat is wel sneu. Maar vond jij PSV ook van begin af aan, het was toch wel een beetje van, had jij dat ook? Wat? Nou, dat het niet meteen was wat ik ervan had verwacht met die speelsters. Dat je die namen, dus hij haalt die namen binnen en dan denk je, nou, dat zit wel goed. Dus zo bedoel je dat. Ja, ja, het is meer een teken dat het gewoon niet heel erg dat een team niet per se beter wordt als er echt grote Oranjeleeuwinnen terugkomen, blijkbaar. Ja. Dat is misschien wel de conclusie van dus dit seizoen. Nee, dat denk ik ook dat zo is. Ben jij eigenlijk gebeld, Jill, door een Eredivisie club? Nee. Nee? Zou je ooit nog een keer... De lijntjes liggen daar wel kort met Twente en Jill natuurlijk. Of ik ook nog zou je nog een keer in Nederland willen afsluiten? Zeker wel, afsluiten wel. Voorlopig niet, maar... Nee.
Nee, ja, ik zie mezelf wel in Nederland afsluiten, ja. Ja. Vind je dat ook leuk om dan te zien dat Oranje Leeuwinnen dan terugkomen? Ja. Vind je dat een boost geven aan zo'n Eredivisie? Ja, zeker. En ik bedoel, ik denk, en dat geldt eigenlijk voor iedereen bij het Nederlands elftal. Ja, in Nederland spelen is toch wel heel leuk en heel fijn. Dus hoe meer er teruggaat, hoe interessanter de competitie wordt en zo. Dus daar ben ik wel voorstander van. Daar weet Renate alles van. Is er voor jou geen aanbieding gekomen, Renate? Uit het buitenland? Nee, niet dat ik weet. Niet dat je weet? Nee. Nee, maar bedoel, ja, we dachten misschien... Op een gegeven moment wil je misschien een stap maken. Of was het misschien het coronajaar dat je daar dat het niet ging? Of ben je er zelf nog niet klaar voor? Nee, ik wilde inderdaad in het coronajaar de stap gaan zetten om naar het buitenland te gaan. Ik dacht, de Olympische Spelen is dan in de zomer. En ik dacht, ik gooi mezelf in diepe. Ben er nu aan toe om die stap te gaan maken. Alleen ja, toen kwam corona en alle dingen waarvan ik dacht... nee, dit moet ik dan nu niet doen. En heb ik er gewoon bewust voor gekozen om te blijven. Ja, en nog een jaartje erbij aan te plakken. Ja, ik zit er goed en speel nu Champions League. Dus ja, wat precies, wil je nog meer? Maar ik denk ook wel dat een goed jaar in Nederland... kan je jezelf gewoon echt in de, gewoon echt in de kijker spelen, weet je wel. Als jij bij Napoli of zo speelt, dat is toch lastiger. In ieder geval voor het grote publiek. Neem aan dat Sarina heus wel zou kijken ook naar... speelsters die in het buitenland spelen natuurlijk alle wedstrijden wel. Maar als jij gewoon 13 doelpunten, 13 assists kampioen wordt, je aanvoerder bent in Nederland, dan is dat net zo'n mooi affiche, denk ik, wat je afgeeft voor de spelen, als dat je, weet ik veel, bij Brighton aan de hoofd had gespeeld. Ik zeg maar ja, nee, ben ik mee eens. En voor mij gaat het ook gewoon waar ik gelukkig ben. En hier ben ik nu gelukkig. Ik zit op een plek en ja, dan score ik veel, ben ik belangrijk voor het team. En ja, dan heb ik een prijs. Een award. Ja, en niet, dus niet te vergeten dat het natuurlijk ook nog heel spannend is of je speelt als je die transfer maakt naar een buitenlandse topclub. Ja, als je op de bank zit, dat is natuurlijk funest. Want dan kun je nog wel bij Barcelona spelen, wijze van spreken. Maar als je niet speelt, dan kun je beter hier 13 keer scoren. Maar dat is wel ook weer de verdienste van de Eredivisie dit jaar. Ik denk dat, zeg maar, dat ik dit jaar wel zou onthouden van het ging al goed met de Eredivisie. En toen kwam 2021 met gewoon... Ik weet niet, het had toch een andere sfeer. Ondanks dat er geen publiek was. Maar qua zichtbaarheid, weet je, ESPN, social media... Ja. Dat er altijd aan het eind van de dag, ook als ik er niet naar op zoek was... kwam ik vanzelf wel te weten wat de uitslagen waren. Ja, ik weet niet, dat is... Ja, ik dacht, dat kwam omdat je naar ons luisterde. Nee, maar het is wel echt waar. Zo belangrijk. Want ik weet nog wel dat Merel een paar jaar geleden echt een tweet had geplaatst van... hey, ik weet niet wat jullie aan het doen zijn bij de Eredivisie, maar kan niet eens de uitslagen zien ergens. En nu is er een podcast en ESPN staat elke zondag op het veld. Er zijn alle interviews, overal wordt het social media team pakken het op en dat is zo belangrijk, zo belangrijk. En dan is het nu weer tijd voor de pure energie. Wie heb ik aan de lijn? Voor de laatste keer dit seizoen gaan we dan nu bellen met onze telefoon die rondzwerft in de Eredivisie. Amme Verspaget van ADO die heeft gezegd dat ze ging proberen om hem aan iemand van Ajax te geven. Dat zou ik heel leuk vinden, want dan hebben we alle ploegen gehad uit de Eredivisie. Dus bellen maar en dan gaan we kijken wie het is. Gaat die van Sanne weer af of niet? Ja, maar hij wordt opgenomen. Ja hoor. We hebben nog geen beeld, we horen... Oh, hey! Oh, dit is leuk. Melody Leeuw en Rissa. Hallo. Hij had niet bij een beter persoon kunnen belanden, inderdaad, vind ik. Goedemorgen, hoe is het? Ja, wel goed hoor. Ja, het is klaar voor jou. Je voetbalschoenen zijn aan de wilgen gehangen. Ja, klopt. Ik besef het nog niet helemaal. Maar het einde is al, ja. Ja, gisteren speelde je laatste wedstrijd dus op de velden. Maar wel in stijl afgesloten, Vanity. Hoe heb je dat? Heb je het afgesproken van tevoren? Of dacht je gewoon, ik ga er zo volle bak voor dat ik echt volledig in stijl kan afsluiten? 2 doelpunten. Ik wilde het liefst wel gewoon in stijl afsluiten. Alleen, daar zag het heel lang niet naar uit. Ik dacht, zo kan ik toch niet mijn laatste wedstrijd spelen. Maar gelukkig, laatste kwartier draaien we het helemaal om. En maak ik 2 doelpunten en geef ik nog een assist. Dus... Ja, voor mij was het wel een mooi moment en stijl afgesloten. Toen je eraf ging, wat voelde je toen? Ja, toen kwam wel het besef dat het eigenlijk wel mijn laatste keer was. Het was mooi weer, mooie wedstrijd in het stadion van ADO. Dus dan gaat het wel even door je heen dat het de laatste keer is als prof, zeg maar. En dat is toch wel een moeilijk moment.
Ja, hoe was dat met jouw teamgenoten? Heb je achteraf nog iets leuks met ze gedaan? Of wat zeiden ze tegen je? Vandaag hebben wij afsluiting met de club. Dus natuurlijk na de wedstrijd wel nog even met z'n allen samen geweest. En nog even leuk geweest. Alleen vandaag hebben wij wel de echte afsluiting. En daar komen denk ik nog wel mooie momenten. Ja, ik denk dat een paar zakdoekjes meenemen, Vanity. Ja, dat denk ik ook. als je terugkijkt op je profcarrière, wat is dan voor jou een absoluut hoogtepunt geweest? Dat is toch wel, eigenlijk, er zijn wel verschillende. Europees kampioenschap is natuurlijk wel heel mooi. Maar ook gewoon alle prijzen die ik heb gewonnen met de clubs. En mijn Champions League avond in Praag met Ajax is wel een van mijn hoogtepunten. Ja, ik kan me dat wel voorstellen. En wat ga je dan nu doen? Ja, ik heb op dit moment nog geen idee. Ik heb in ieder geval besloten om eerst een tijdje niks te doen. Even lekker rust te nemen. Geen verplichtingen. En dan een beetje oriënteren wat ik wil gaan doen op maatschappelijk vlak. Maar eerst even niks en lekker rusten. Ja, hoe ziet dat eruit? Ga je vakantie vieren of... Ik heb nog niet echt vakantie geboekt. Dat is nog een beetje lastig nu met alles. Maar ik heb alle tijd en ik kan kijken wanneer ik op vakantie wil. Dat scheelt wel. Het is een soort vervroegd pensioen, hè? Je kan alles doen. Ja, maar helaas moet ik erna wel gewoon aan het werk, hoor. Ja. snap ik. Ja, lekker. Ja, superleuk dat we jou hebben kunnen spreken als afzwaaiend profvoetbalster. Wij hebben in ieder geval van je genoten op alle velden. En we willen je denk ik allemaal heel erg veel succes wensen met wat je gaat doen. En vandaag heel veel plezier wensen met je afsluiting bij Ajax. Ja, dankjewel. Ik heb nog wel een dinsdagavond. Alleen jammer dat de laatste samenvatting de verkeerde namen wordt gebruikt. Maar, wat dan? Nou, dan was dat drie keer Pelova even scoort. Dit is een rectificatie bij deze. Jongen, nou. Ja, dat vind ik wel niet waar. Jammer. Ja, dat snap ik. Nou, misschien kunnen we dat opnieuw even inspreken of zo. Ja. Jij hebt nog iets op dinsdag? Ja, ik wou nog zeggen dat ik op dinsdagavond nog de dinsdagavondcompetitie heb. En dat we nog nieuwe speelsters zoeken. Dus als je het mist, kun je me altijd bellen. Nou, bel me maar. Oké. Nice. Ja, ik heb je nummer nu, dus dat komt helemaal goed. Oké. Benji, dankjewel en geniet van deze laatste dag bij Ajax. Ja, dat ga ik zeker doen. Mooi. Goedjes, hè. Doei. Godsamme, wat slordig zeg. Ja. Ja, zo, nou. Maar was het dan die samenvatting degene die hem inspreekt of zo, die dan een verkeerde naam heeft gezet? Nou, ik zou zo nog eens terugluisteren. We hebben het niet, het is ons niet opgevallen. Maar we hebben het gerectificeerd bij deze. Het was niet drie keer Pelova, het was twee keer Leeuwarissa. Ja. We hebben twee aan tafel zitten vandaag. Oranje Leeuwinnen en Sanne... Aan jou weer de eer om in één minuut te vertellen wat de Oranje Leeuwinnen hebben gedaan in het buitenland. Ja. Ik weet zeker dat ik te lang word. Ik zeg het maar alvast. Dus hou je timing vast. Timing is alles. Oké, okay, start hem maar aan. Ja, je hoort het goed. Je hoort de cupsong. Het was namelijk een week vol bekervoetbal. En ik had ook kunnen kiezen voor het nummer This Girl Is On Fire van Alicia Keys. Want Lieke Martens toonde maar weer eens aan hoe ze in bloedvorm is. In de bekerfinale tegen Levante stond het na 29 minuten alweer 3-0. En je raadt het al, alle assists waren van Martens. Na 90 minuten was het 4-2 en daar won Lieke de beker mee. Barcelona heeft dus alles gewonnen wat er te winnen valt. Wie de bekerfinale dus niet bereikte was het Atletico Madrid van Dongen. Zij vergaat in de halve finale te scoren. En als je niet scoort kun je niet winnen. En scoren deed Levante wel in de allerlaatste minuut van de wedstrijd. Je kunt je inbeelden hoeveel pijn dat deed. In de bekerfinale in Duitsland werd een ware thriller voor twee Oranje Leeuwinnen. Van de Sande en Jan, ze wonnen na een doelpunt in de 118e minuut met Wolfsburg van Eintracht Frankfurt en hebben nu in ieder geval één prijs in handen. Eintracht Frankfurt kan overigens een belangrijke rol spelen, want dat is aankomende week de tegenstander van Bayern München van Beresteyn in de allerlaatste speelronde. Het verschil tussen Bayern en Wolfsburg is 2 punten en als Wolfsburg nog kampioen wil worden, moet Bayern dus verliezen van Frankfurt. Snapt u het nog? In Frankrijk kwamen de Oranje Leeuwinnen niet in actie, maar was wel de absolute kraker tussen PSG en Olympique Lyon. Laatst genoemd had 1 puntje minder dan PSG en dus was het do or die erop en veronder, pomp of verzuipen. Het werd een saaie 0-0, dus ook daar komt het aan op de allerlaatste speelronde. En Loes Geurs was verder de enige Leeuwin die in actie kwam met BK Hekken. Het werd 3-0 en die 0 is voor een keeper natuurlijk het lekkerste getal van het wedstrijdformulier. Wow. Wow. Impressive. Nou. Nice. Nou.
Dat was hem weer. Iets te lang, denk ik maar. Nou, dat was jullie het goed. Ongeveer een minuut. Als je op versneld afspeelt, is het een minuut. Ja. Vorige week hadden we het over de nieuwe bondscoach van Oranje Leeuwinnen, Mark Parsons. Wij konden er heel veel over zeggen hier. Maar nou, Renate en Jill, jullie moeten waarschijnlijk toch wel met hem gaan werken. Ja. Wat was jullie reactie? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kan er vrij weinig over zeggen, want ik ken hem niet. Persoonlijk in ieder geval. Het is een grote naam in het vrouwenvoetbal. In Amerika. Ik volg dat niet zo, dus ik weet er vrij weinig van. Maar wat ik van andere spelers heb gehoord ook, die hem kennen, is wel allemaal heel positief. Dus het zal goed komen. Wie kennen hem wel dan? Vief heeft hem volgens mij wel eens gesproken, maar ook gewoon een aantal niet-Nederlandse teamgenootjes, voornamelijk. Ja. Voordat hij het stokje overneemt van Sarina Wiegman, is het nog eventjes haar taak en jullie taak om op de Olympische Spelen te vlammen. Jill, hoe kijk je daar naar uit? Ja, daar kijk ik heel erg naar uit. Ik denk zeker na dit seizoen toch wel ander seizoen. Ook qua motivatie is het toch wel moeilijk om zonder publiek jezelf te motiveren voor elke wedstrijd. Dus dan is het toch wel, ik bedoel, Olympische Spelen zal ook anders worden, maar het is toch wel leuk om een supergroot toernooi te spelen. Dus het hoogst haalbare precies, toernooi voor sporten, dus, denk ik. Daar kijk ik erg naar uit, ja. Ja. Hoe schat je kansen in met de pool Zambia, China en Brazilië? Ja, ik vind dat heel lastig, want in principe vind ik dat wij heel veel kwaliteit hebben. Dat hebben we ook laten zien en dat hebben we ook. Alleen het is wel een heel ander toernooi dan een EK of een WK. En ook de tegenstanders zijn heel anders. Ik ken Zambia niet. China hebben we, Algarve hebben we daar nog een keer tegen gespeeld. En Brazilië hebben we ook niet heel vaak tegen gespeeld. Natuurlijk ga ik vanuit dat wij de pool sowieso doorkomen. Dat moet ook. Alleen ik denk dat het wel een heel ander toernooi is. Ook qua omstandigheden. Het weer schijnt daar echt bizar te zijn. Nou, daar hebben wij in Nederland best wel moeite mee. Dat zijn we niet gewend. Als in dat het zo warm is. Ja. En heel erg benauwd. Dus ik denk, dus daarom vind ik het lastig om te zeggen, we gaan zo ver komen, we gaan het zo goed doen. Ik denk dat het heel moeilijk inschatten is. Ja, Renate, hoe kijk jij ernaar uit? Olympische Spelen, toptoernooi? Ja, dat is natuurlijk het vetste wat je kunt meemaken. Dus ik kijk er wel heel erg naar uit, ja. Hoe is dat voor de spelersselectie? Omdat er nu natuurlijk 18 meiden maar gaan in plaats van 23 of zo normaal gesproken. Ja. Hoe leeft dat bij jullie onder de selectie? Want het zijn natuurlijk gewoon heel veel meiden die op het randje staan van ga ik wel of niet mee? Hoe leeft dat? Ik denk dat het, dat is sowieso lastig in een team. Want je hebt allemaal een verschillende rol. En de een weet van ik ga wel. De ander weet ik zit in een gevarenzone en zo. Dus ja, iedereen deelt daar zelf een beetje mee, denk ik. Het is ook niet zo dat we de, in ieder geval dat ik er gesprek over voer met mensen of zo. Ik denk dat iedereen daar zelf mee om moet gaan. Ja. In principe gaan jullie twee wel. Dat hoop ik wel, ja. Nou, Renate, met deze award op zak kan Sarina niet echt meer om je heen. Nee, ja, weet je, de concurrentiestrijd is zo. Met de kwaliteiten die wij hebben. Dus je moet gewoon een hele goede periode draaien en laten zien aan haar dat je gewoon fit bent en dat je belangrijk bent en dat je in vorm bent. En alleen dan denk ik dat. Ja, dat denk ik wel. Behoorlijk aardig belangrijke trainingen aankomen nu, ook de komende periode en zo. Ja. Maar jij zei dat je net een beetje motivatieproblemen had. Mm-hmm. Want dat jaar bij Arsenal is natuurlijk een beetje saai en zo. Maar hoe laat je dan op nu weer voor de Spelen? Je hebt een week vakantie en dan moet je alweer. Of is dat juist heel leuk? Ja, ik kijk juist wel naar uit. Ik ben sowieso lekker mooi weer voetballen, dus daar hou ik wel van. mooi weer supporter, mooi weer voetballen. Ja. Nee. Ja, ik bedoel, sowieso bij het Nederlands elftal spelen is het zo anders dan bij de club. Dus dat is sowieso een heel, heel andere cultuur, zeg maar ook. En ik vind het altijd superleuk om hier te zijn. En sowieso om vooraan je te spelen is het mooiste wat er is. Dus daar hoef ik me niet voor op te laden of zo. Nee. Als we een sprongetje maken tot, zeg maar, over de Olympische Spelen heen, dan ga je naar een nieuwe club, naar Wolfsburg. Ik zag een interview met René Roort, jouw vader, technisch directeur bij FC Twente. En die zei, Tommy Stroot kwam bijna iedere week even bij mij. Die zei ik wil Jill wel meenemen naar Wolfsburg. En toen had jouw vader gezegd, dat gaat je niet lukken. Waarom dacht hij Jill gaat niet?
Nou, omdat het was ook helemaal niet gepland. Ik had in principe nog een jaar bij Arsenal. En ik had ook best wel prima naar mijn zin, zeg maar. En het ging goed, sportief gezien ook. Alleen toen kwam Wolfsburg dus aankloppen. En toen had ik eerst, het eerste wat ik zei ook, van ja, weet je wel, ik ben absoluut niet geïnteresseerd. Ja, dat heb ik echt gezegd. Niet best tegen hun, maar ook tegen mij. Mijn vader, ik zei dat, dat ga ik niet doen. Maar ze kwamen echt vroeg. Ze kwamen, de eerste keer was in de zomer. Harder ging je weg, dus. Mm. Dus ik dacht, ja nee, mijn seizoen bij Arsenal moet nog beginnen. Dus ik zei, dat gaat echt niet gebeuren. En er ging een beetje een tijd overheen. En een paar maanden later, toen kwamen ze weer. En toen dacht ik van, toch wel vlijend. Waarom eigenlijk niet? Ik heb wel vaker contact gehad met Wolfsburg, maar ik had altijd zoiets van Harder speelde daar op de 10. En ik had gewoon zoiets van, het is niet het juiste moment. Ja. Maar ik heb wel altijd gedacht, Wolfsburg is natuurlijk een fantastische club in het vrouwenvoetbal. En heeft alles goed voor elkaar. Speelt om alle prijzen. En het voetbal past wel bij mij heel direct. Twee echte buitenspelers, dus veel ruimte voor de 10, zeg maar. Nou ja, en toen wist ik natuurlijk ook, Tommy gaat daarheen. En nou ben ik niet iemand die kiest voor een trainer. Maar het is natuurlijk wel fijn en belangrijk dat je een trainer hebt die het in je ziet zitten. En waar je je comfortabel voelt, zeg maar. En dat is in het buitenland best wel lastig soms. Mm-hmm. Dus toen had ik zoiets van, goed. Weet je wel, ik ga het gesprek aan. En toen had ik al vrij snel wel van, ja, dit is gewoon een goede stap voor mij. En dat moet ik doen. Ja. Was er één ding wat echt de doorslag gaf, of was het je algehele gevoel? Nee, mijn gevoel. Ik ben sowieso iemand die echt, ik ben heel impulsief en ik doe alles op gevoel. En bij mij was die knop ook heel snel om van, ik wil daarheen. En toen was het natuurlijk ook nog tussen Arsenal en Wolfsburg van, die moesten er ook uitkomen. Gaan, en toen had ik wel zo, in eerste instantie niet. Dat ging niet per se heel makkelijk. Dus toen had ik wel zoiets van, als het nu niet lukt, ben ik ook wel echt heel erg teleurgesteld. Ja. Ja. Als je dan ineens niet kan halen, dan wil je het. Dan was ik wel even gaan huilen. Precies. Ik weet niet hoe je relatie of zo, als iemand jou wil veroveren, dan moet ze ook eerst zeg maar doen alsof ze je niet willen. En dan, dan precies. Oh, zo weet jij. Dat werkt bij mij dus echt nooit. Hè? Als ik dat dan doe, dan hoor ik ook meteen nooit meer iets. Mochten we geïnteresseerd zijn, kun je altijd eventjes bellen. Talkshow@kvb.nl. Annemarie Posma. Maar wel hard to get. Nee, maar ik snap dat wel. Het begint gewoon te kriebelen op een gegeven moment. Ja. En hoe zijn Arsenal en Wolfsburg eruit gekomen? Er is gewoon betaald. Hoeveel? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat oprecht niet weet. Maar aan wat bedragen dan ongeveer? Is dat 10.000 euro, 100.000 euro? Nee, dat is wel. Ik denk dat het tweede getal wat je zei, dat dichterbij ligt. Ja. Of 300.000 euro? Nou, dat lijkt me niet. Okay. Nee, want Harder was 200, toch? 170. Harder was zoiets, 200, 300 of zo. Het is grappig dat het eigenlijk bij het vrouwenvoetbal nooit zo pagina groot is. Ik weet het zelf ook niet eens. Nee, ik ben gewoon naar buiten gehaald. Ze gaat erheen. Ja. Maar het is al bijzonder dat het betaald wordt op zich. Dat gebeurt ook nog niet veel. Maar er is wel een leegloop bij Arsenal. Zeg maar, steekt het, had je ook het idee van, nou, je was misschien wel een van de eerste trouwens, maar steekt het elkaar ook een beetje aan? Jullie weten nog niet wie de nieuwe trainer wordt. En dan, ik denk dat dat er niet heel veel mee te maken heeft. Maar het is wel een dipje. Ja, weet ik niet hoe ik moet zeggen. Het gaat met de club Arsenal, bij de mannen en bij de vrouw gaat het gewoon wat minder. En ook Champions League hebben we dan dit jaar wel gehaald. Maar in principe begin je het seizoen met we willen kampioen worden. En ik denk dat we toch wel vrij kansloos waren. Nu al 2 achter elkaar. Dus En de rest. Dat is gewoon zo. Ik bedoel, ik kan mooi weer hier gaan praten. Ging lekker, maar dat was niet zo. En de clubs om ons heen, die ontwikkelen zich natuurlijk wel door. Dus ik denk wel dat het voor speelsters zoiets is van, moet ik iets anders gaan doen? Moet ik een stap maken? Dus ja. We bouwen in deze talkshow een heel bijzonder team. Het ING Best Team Ever. Een elftal van de beste speelsters die ooit op de Nederlandse velden te vinden waren. Samengesteld door bekende liefhebbers. Vandaag de eer aan oud-Oranje-leeuwin en tegenwoordig politicus voor D66. Sinds kort ook lid van de Tweede Kamer, Jeannette van der Laan. De speelster die ik ga nomineren is eigenlijk een alleskunner. Had een geweldig loopvermogen. Zowel links als rechtsbenig. Had zelf ook een scorend vermogen. Maar kon met haar tactisch inzicht ook veel speelsters vrijzetten voor de keeper. Ze heeft jarenlang voor Zeestum gespeeld. Is daar ook een paar keer landskampioen mee geworden. Heeft daarna in Amerika gespeeld. En heeft ook nog een tijd in Duitsland gespeeld. Als 16-jarige debuteerde ze voor het Nederlands elftal. En is heel lang record international geweest met 156
Interlands. En in het kader van Leuke Weetjes is ook jarenlang kamergenoot geweest van bondscoach Wiegman tijdens trainingskampen. Ik heb het natuurlijk over Annemieke Kiesel-Griffioen. Een fantastische, diepgaande middenvelder. Ik vind het echt een geweldige speelster en zij hoort zeker in dit rijtje thuis. Zo. Leuk. Leuk. Ja, nou, zet ze maar bij, Sanne. Dat is wel... Kiesel-Griffioen. Lange naam. Ja, pas wel. Even klein schrijven, streepje eronder. We hebben nog één naam nodig. En dan is ons team compleet. Nice. En die gaan we volgende week toevoegen natuurlijk. Een rechtsback. Dus degene die hem volgende week gaat invullen, we zoeken nog een rechtsback. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering. Maar we gaan natuurlijk Sanne nog even laten weten wie onze fantastische hoodie heeft gewonnen. Ja, de hoodie. We kregen een mailtje van Carlijn van den Brug. Zij vertelde ons dat ze vaak een podcast luistert op school tijdens de les. Oh. Dat is natuurlijk helemaal niet verstandig, maar... Ja, wel blijven opletten. En ze heeft een vriendinnetje laten meeluisteren. En ondanks dat het vriendinnetje op hockey zit, luisteren ze nu samen en kijken ze ook nog samen voetbal. Dus ja. Als alle hockeyspeelsters nou ook nog gaan voetballen, dan hebben we over 10 jaar helemaal een goed Nederlands elftal natuurlijk. Top. Mail jij van ons je gegevens en dan krijg je de hoodie. Komt de trui naar je toe. Wil je ook een trui winnen? Stuur ons een berichtje via Instagram. @pureenergie_eredivisievrouwen. Geef een comment via YouTube of mail ons naar talkshow@knvb.nl. En of als je interesse hebt in Annemarie, mag je ook mee. Dat is wel gezegd. Nou, ben benieuwd straks. Hoor. Ja, nee, ja, het komt. Ja, echt overladen. Overladen. We zijn aan het einde gekomen in deze aflevering. Ik wil mijn gasten in de studio bedanken. Annemarie Posma, Sanne van Dongen, Jill Roort en Renate Jansen. Volgende week, dan is onze laatste aflevering van dit seizoen. En dan hebben we in deze studio de bekerwinnaar. Dankjewel dat je erbij was. En tot dan. Doei. Nou. Sesame.